Dit is de AIRA TDC 444. Een lichteffect wat geschikt is voor je kroeg, drive-in show of discotheek. De AIRA TDC 444 beschikt over in totaal 4x10 watt aan LED-vermogen. Achter elke scannerspiegel zit een rode, een groene, een blauwe en een witte LED. Door de combinatie van deze verschillende LED's is het mogelijk om tal van verschillende kleuren te maken. Ook is het zo dat elk segment apart aanstuurbaar is wanneer je hem DMX gaat sturen. Zo kun je een grote afwisselende lichtshow uit je lichteffect halen. Zoals je ziet is de AIRA TDC 444 MK2 standaard voorzien van een beugel. Dit maakt het erg makkelijk om hem op te hangen aan een plafond of aan een trus. Standaard is er ook een safety oogje voorzien om zo de safety kabel te kunnen bevestigen wanneer we hem in een trus ophangen. Zoals ik net al zei, is het mogelijk om via DMX elke spiegel afzonderlijk aan te sturen. Ook kun je ervoor kiezen om het lichteffect te laten werken op de automatische showmodus of op de geluidsgestuurde modus. Deze geluidsgestuurde modus werkt door middel van de ingebouwde microfoon in het lichteffect. Deze zorgt ervoor dat de programma's op maat van de muziek wisselen van kleur en van snelheid. Als we naar de achterkant van de TDC 444 kijken, zien we als eerst de stroom in- en output. De output zorgt ervoor dat je heel gemakkelijk de rest van je lichteffecten ook kunt voorzien van stroom door middel van een doorlinkkabel. Als we hier links kijken zien we de DMX in- en output voor de DMX gestuurde modus van de AIRA TDC 444. Daarnaast zien we de microfoon voor de ingebouwde geluidsgestuurde modus. Het display en daaronder de 4 knoppen om gemakkelijk door het display te kunnen lopen. Als we even naar het display kijken, dan zien we als eerst de adresmodus. We kunnen hiermee de AIRA TDC 444 het startadres meegeven om zo prima te kunnen reageren op het inkomende DMX signaal. Dan hebben we daarna de channelmodus. We zien dat de AIRA TDC 444 aan te sturen is door middel van 2 kanaalmodi. 9 kanaals of voor de uitgebreide sturing 12 kanaals. Dan hebben we de master en de slave modus, de show modus. Hier zien we dat we in totaal 16 ingebouwde shows hebben plus een auto modus. De auto modus zal automatisch show voor show aflopen met de snelheid die je zelf kunt instellen. De geluidgestuurde modus, die kunnen we aan of uitzetten. Dan hebben we de gevoeligheid van de microfoon die van 1 tot 100% is in te stellen. We kunnen de LED's apart aan of uitzetten en je kunt het display omdraaien. Uiteraard hebben we van dit product ook weer een mooie demo video geschoten, zodat je op het gemak kunt bekijken wat het product allemaal kan en wat het effect doet. Klik hiervoor eventjes hier rechtsboven om deze te bekijken. Dit was mijn review over de AIRA TDC 444. Zoals ik al zei, hij is ideaal te gebruiken voor in je kroeg, drive-in show of discotheek. Het is echt een leuke aanvulling op de rest van je lichtshow. Het is een apart effect, het is een dynamisch effect. Wil je nu meer informatie over dit product, dan kun je eventjes hier rechtsboven of hieronder klikken om direct door te gaan naar onze productpagina, waar je alle informatie over het product vindt en eventueel meteen kunt bestellen. Vond je deze review nu leuk, nuttig? Like hem, deel hem en word zeker eventjes lid van ons YouTube kanaal.